allerlaatste keer genieten van Volumia. De band gaf vanavond een afscheidsconcert voor al haar fans. Het is over! Hart van Nederland met Cilly D'Artel. Tips. Met lood in de schoenen en een brok in de keel gingen Volumia-fans vanavond naar Amsterdam om het allerlaatste concert bij te wonen van hun geliefde band. Want na 10 jaar houdt de oorspronkelijk Maastrichtse popgroep ermee op. 2 weken geleden kondigde zanger Xander aan dat hij het solo wil proberen en ook de andere bandleden hebben zo hun eigen projecten. Voor dat afscheidsconcert kregen de leden van de fanclub in ieder geval nog de kans om hun helden nog 1 keer in de armen te sluiten. Nog even flink posters inslaan, want dit is echt de allerlaatste meet and greet van Volumia. Het afscheid valt niet alleen de fans zwaar. De meeste zeggen de laatste keer op de foto. Ja, het is net of ik morgen begraven word. Zo voelt dat, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, ik voel het. Blijft gewoon moeilijk. Heb je zin in vanavond? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ik denk dat ik alles eruit ga halen vanavond. Dus ik. Ik ben ook niet nerveus of zo. Ik was meer nerveus voor deze meet and greet. Maar het valt mee, of niet? Nee, het valt niet mee. Van de muziek kunnen Mirjam en Irene maar geen genoeg krijgen. Maar het zijn niet alleen de nummers die de meisjes zo onweerstaanbaar vinden aan de band. Hoe ze op het podium zijn en tegen fans zijn hartstikke spontaan, heel aardig en absoluut niet arrogant. Dus ik denk dat het daar ook wel een beetje aan ligt. En voor jou? Ja, gewoon een hele spontane band. Gewoon de bandleden zijn allemaal stuk voor stuk hartstikke aardig. Altijd tijd voor een praatje, altijd gewoon tijd voor handtekeningen, foto's. Dat is gewoon hartstikke leuk. Volumia begon ooit als een studentenband. Eerst zongen ze in het Engels, maar het grote succes kwam met Nederlandstalige nummers als Hou me vast, Afscheid en Eeuwig zou tekort zijn. Er werden altijd wel wat traantjes bij de nummers weggepinkt, maar vanavond zal het een echt tranendal zijn. Voor het concert mogen Mirjam en Irene nog even voor Shownieuws wat vragen stellen. Hallo. 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 Hey. Ja, het mooiste wat je ooit van een fan hebt gekregen? Ja, net nog een fles Baileys. Ja, voor jou wel. Ja, Robbie Williams van een goede herpes. Zo bedrukt is de stemming dus ook weer niet voor het laatste concert. Mirjam en Irene zijn vastbesloten de bandleden te blijven volgen. Nou, nog even dan, voor de allerlaatste keer. Ik vond...